Welkom bij ECG Academie. In deze video gaan we aan de slag met een heel bekend syndroom, namelijk het Wolf-Parkinson-White-syndroom, ook wel WPW genoemd. En ik zeg heel bekend syndroom, ik denk ook dat bijna iedereen de naam WPW wel eens heeft gehoord, alleen toch zie ik veel misverstanden omtrent WPW. Er wordt vaak gedacht dat de aanwezigheid van een extra bundel tussen atrium en ventrikel, een zogenaamde accessoire bundel WPW is. Alleen wat we naast een accessoire bundel nodig hebben is nog een tachyarrhythmie En een tachyarrhythmie samen met een accessoire bundel maakt WPW-syndroom. Ik heb eerder een video gemaakt over pre-excitatie. Daarin leg ik uit hoe zo'n accessoire bundel werkt en wat het precies inhoudt. En ik raad dan ook aan om eerst die video te bekijken voordat je deze video bekijkt. Als we het hebben over WPW, dan hebben we het dus over pre-excitatie. Ofwel geleiding via de accessoire bundel en een tachyaritmie. WPW hebben we in twee typen, type A en B, maar voor ik daarop inga, nog kort een stukje over pre-excitatie. Wat je dus nodig hebt voor WPW is een accessoire bundel. En een atriale impuls kan dan via de accessoire bundel voortgeleid worden richting de ventrikels. Wat je dan krijgt is dat de geleiding eerder begint dan je zou verwachten wanneer de impuls via de AV-knoop wordt voortgeleid omdat die accessoire bundel niet de remfunctie heeft die de AV-knoop wel heeft. De depolarisatie, ofwel de excitatie, begint dus te vroeg, en daarom heet dit pre-excitatie. Op het ECG zie je dan een korte PR-interval, omdat er dus geen rem zit op de geleiding van atriaal naar ventriculair. We hebben een verbreed QRS, of licht verbreed moet ik zeggen, met een notch of slurring, Dat is de delta-golf, die zie je op deze afbeelding in het grijs. Deze delta-golf is een soort. Fusiegolf, of je krijgt een soort fusiecomplex van normale geleiding en de geleiding van de pre-excitatie. In de video daarover leg ik daar meer over uit. Daarnaast krijg je een disconcordant STT-segment omdat de depolarisatie afwijkend verloopt en dus de repolarisatie ook. Nou, als je dan dus bij een WPW-syndroom het ECG bekijkt, kun je twee typen WPW onderscheiden. En die zijn afhankelijk van de locatie van de accessoire bundel. We kijken naar afleiding V1. En we zien daar in het linkervoorbeeld een positief QRS met een positieve delta golf. In het rechtervoorbeeld zien we in V1 een negatief QRS complex met juist in V5 en V6 een positieve delta golf. Bij het linkervoorbeeld spreken we van een type A WBW, bij het rechtervoorbeeld van een type B. Bij het linkervoorbeeld zit de accessoire bundel aan de linkerkant. De depolarisatievector die ontstaat bij geleiding door die bundel gaat dus van links naar rechts. En afleiding V1 is de meest rechts gelegen precordiale afleiding, dus hebben we daar een positieve deltagolf. Bij een type B WPW zit de accessoire bundel aan de rechterkant. De depolarisatievector gaat dus van rechts naar links. Hij gaat dus richting linkszijdige afleidingen zoals 1 AVL, V5 en V6. Die hebben dus een positieve deltagolf. En in afleiding V1 zien we negatief QRS omdat de depolarisatievector wegloopt van afleiding V1. Voor we ingaan op de aritmieën die horen bij het WPW-syndroom, kijken we naar een stukje geschiedenis. En we gaan terug naar het jaar 1909, toen August Hofman in Duitsland publiceerde over een aritmie die we nu kennen als het WPW-syndroom, maar toen nog geen WPW heette. Daarna kwam in 1913 Stanley Kent en die omschreef een verbinding tussen rechteratrium en rechterventrikel. De verbinding die we nu kennen als de accessoire bundel. En de meest klassieke accessoire bundelsoort die we kennen wordt dan ook de bundel van Kent genoemd. In datzelfde jaar, 1913, kwamen Cohn en Fraser met een case report bij een patiënt die een delta-golf had in combinatie met een korte PR-interval. En de term delta-golf was toen ook nog niet bekend, maar ze zagen dus wel een deflectie die we nu kennen als delta-golf. Maken we een klein sprongetje naar 1921. Toen kwam Wed ook met een case report, zes casussen zelfs. En hij omschreef zes casussen met een paroxysmale tachyarritmie waarbij ook twee van de zes patiënten een delta-golf en een korte PR-interval hadden. Toen kwamen in 1930 pas Wolf, Parkinson en White. Zij publiceerden elf casussen uit eerdere onderzoeken, waaronder de onderzoeken van uh, Wed bijvoorbeeld. Zij omschreven elf casussen. Van patiënten die dus een paroxysmale tachyarritmie hebben met een afwijkende QRS-morfologie, die we nu kennen als delta-golf, en een korte PR-interval. Alleen Wolf, Parkinson en White dachten ten onrechte dat dat QRS-morfologie, dat verbreden van de QRS-morfologie, kwam door een bundeltakblok. In 1933 werd dat door Wolford en Wood gecorrigeerd. Zij corrigeerden de bundeltakbloktheorie van Wolf, Parkinson en White en legden uit, dat het hier ging om pre-excitatie via een accessoire bundel die door Kent in 1913 was beschreven. Je ziet op de afbeelding in deze dia ook een afbeelding uit de publicatie van Wolford en Wood, en zij leggen daar dus uit waar die bundel van Kent zit en hoe dat dat werkt. In 1944 kwam de Belgische cardioloog Marcel Segers met twee collega's met een publicatie waarin zij de term delta golf introduceren. Ze dachten wel dat de delta-golf een losse autonome golf was tussen de P-top en het QRS en herkenden het dus niet als een golf die onderdeel is van het QRS. Ze legden wel uit dat de golf zich kon samenvoegen met het QRS, maar ze zagen het dus echt als een losse golf. Als je dan kijkt naar de afbeeldingen op deze dia, die zijn afkomstig uit die publicatie van Segers, dan zie je op de onderste afbeelding bij afbeelding A de delta-golf als een kleine verhoging van de basislijn tussen P-top en QRS. Afbeelding B laat dan de autonome delta-golf zien en laat zien waar volgens hun het QRS-complex begon. Dan zie je dus dat het echt een autonome golf is. Afbeelding C beeldt de delta-golf uit als onderdeel van het QRS, waarbij de Q-golf wel de delta-golf en de R-top onderscheidt. Dus dan is de delta-golf echt een, een stukje van het QRS. En de stippenlijn laat zien hoe de delta-golf eigenlijk verder zou doorlopen wanneer er geen QRS was. En in afbeelding D zijn de Delta-golf en het QRS gefuseerd als één groot complex. Zo werd het dus gezien in 1944. Toen kwam in 1951 Paul White met de uitleg dat de QRS-morfologie niet te maken had met een bundeltakblok. En dat het dus wel ja, de term Delta-golf was bekend, maar hij herkende dat de Delta-golf onderdeel was van het QRS-complex. En hij legde uit dat de afwijkende route die de impuls aflegt via de accessoire bundel dat die de delta-golf veroorzaakt en dus geen bundeltakblokpatroon. En uiteindelijk hebben we dus nu dit syndroom bekend als Wolf-Parkinson-White, terwijl die eigenlijk maar een klein stukje van de geschiedenis zijn geweest en eigenlijk ook niet eens de juiste conclusie trokken, maar toch kennen we nu het WPW-syndroom. Patiënten met WPW hebben een verhoogd risico op het ontstaan van aritmie. Het is zelfs onderdeel van het WPW-syndroom dat de patiënt aritmie heeft. En aritmie is natuurlijk een breed begrip. Het kan gewoon zijn dat bijvoorbeeld een sinus tachycardie via de accessoire bundel wordt voortgeleid. Hetzelfde geldt voor andere atriale tachyaritmieën zoals een atriale tachycardie, een atriumflutter of een atriumfibrilleren. En die atriumfibrilleren is ook wel een heel bekende bij patiënten met WPW. En het gevaar hierin zit hem in het feit dat de accessoire bundel dus geen rem heeft op de frequentie zoals de AV-knoop dat wel heeft. Wanneer je dus een atriumflutter of een atriumfibrilleren krijgt met een hoge atriale frequentie, dan is die hoge frequentie ook ventriculair aanwezig. En dat gaat natuurlijk niet lang goed en daarom hebben patiënten met WPW een verhoogd risico op plotselinge hartdood. Want een atriumfibrilleren kan zich dus gaan uiten als een ventrikelfibrilleren. En wanneer dat niet wordt herkend als een atriumfibrilleren met een WPW, kunnen er antiarrhythmica worden gegeven, welke weer acystolie tot gevolg hebben. Het is dus een erg complex en gevaarlijk verhaal. Daarnaast hebben mensen met WPW syndroom nog een risico op een aritmie die zelfs exclusief is voor mensen met een accessoire bundel, namelijk de atrioventriculaire reentry tachycardie, afgekort als AVRT. Die gaat nog een eigen video krijgen waarin ik het verder uitleg. Alleen een AVRT kun je zien als een reentry aritmie waarbij een impuls steeds cirkeltjes maakt omlaag via de AV-knoop of accessoire bundel. En dan weer terug omhoog, ook weer via de AV-knop of accessoire bundel. En omdat hij dus steeds een andere route omlaag en omhoog neemt, is er voldoende tijd voor de AV-knop om zich steeds op te laden tussendoor. Waardoor het dus een hele hardnekkige aritmie is en ook een hele gevaarlijke aritmie. Maar nogmaals, die krijgt een eigen video en die ga ik dus verder uitleggen. Wat ik nu vooral wil laten zien is de combinatie atriumfibrilleren en WPW. We herkennen dat als een snel, irregulair ritme met een verbreed QRS. Een veelgebruikt ezelsbruggetje is FBI, Fast, Broad en Irregular. Er worden ontzettend hoge ventriculaire frequenties gehaald, veel hoger dan wanneer de geleiding gewoon via de AV-knoop zou gaan. Ook zien we kleine QRS-morfologie-variaties. Dat kan dan per hartslag wisselen, maar de hartas zal wel normaal kunnen zijn en blijft ook stabiel. Op deze dia zie je ook twee voorbeelden van AF bij WPW. We zien op beide afbeeldingen een snel-onregelmatig ritme en een verbreed QRS. En we zien een linker bundeltakblok morfologie. Wel zien we wat veranderingen in de QRS-morfologie, en dat past niet bij een echt linker bundeltakblok. Ook zien we dat de hartfrequentie op sommige plekken tegen de 300 per minuut loopt. En dat kan de AV-knop gewoon niet bijbenen. Dus dat pleit allebei voor gewoon atemfibrilleren, om maar even gewoon te noemen, um, met WPW, en niet voor atemfibrilleren met een gewoon bundeltakblok. Want dat is natuurlijk het onderscheid dat je hier moet maken. Is dit gewoon een pre-existent of frequentieafhankelijk bundeltakblok of is dit AF met WPW? En dan pleit dus de QRS-morfologie variatie en de snelheid pleit dan voor een AF met WPW. Bij het rechtervoorbeeld zie je zelfs enkele slagen met gewoon smalle QRS-complexen terug in afleidingen V1 tot en met V3. En dat pleit al helemaal voor een accessoire bundel, want dat zou bij een AF met bundeltakblok niet gebeuren. Dit pleit dus voor intermitterende geleiding via de AV-knoop. Bij die slagen gaat de impuls dus via de AV-knoop in plaats van de accessoire bundel, en dat maakt dan ook meteen zeker dat de rest wel via een accessoire bundel is gegaan en dat dit dus AF met WPW moet zijn. Het tweede interessante stukje dat ik wil laten zien is intermitterende geleiding via de accessoire bundel. We zien op deze dia twee voorbeelden van intermitterende geleiding. We hebben gewoon een basisritme met smalle QRS-complexen onderbroken door een aantal slagen met een verbreed QRS. En je bent geneigd om te denken dat dit simpelweg PVC's zijn, dus extra systolen. Alleen zien we in die slagen met een verbreed QRS juist mooie delta golven terug. Met name in afleidingen V2 en V3 zie je dat heel goed, maar ook in andere afleidingen. En dat pleit dus voor geleiding via een accessoire bundel. Alleen als je dat dus niet weet, kun je dit zomaar verwarren met PVC's. Dan gaan we nu naar een casus toe die ook nog een mooi voorbeeld biedt. Het gaat hier om een 33-jarige man welke tijdens een potje tennis benauwd en duizelig werd. De ambulance heeft twee ECG's gemaakt, één bij aankomst en eentje 7 minuten later. En op dit eerste ECG zien we een hele hoop gebeuren. Ik heb dat ook aangeduid met pijlen. We zien een sinusritme in een frequentie van 78 slagen per minuut. We hebben een normale hartas en als we dan kijken naar de geleidingstijden, dan zien we een korte PR-interval aangeduid met de gele pijlen in afleiding 2. En we zien een licht verbreed QRS-complex, net rond of net iets hoger dan 120 milliseconden. zie je ook in afleiding 2. We zien door het hele ECG meerdere plekken met ST-depressies, met de rode pijlen aangeduid, afleidingen 2, 3, AWF, en V2 tot en met V5. En daarnaast hebben we lichte ST-elevatie in AVR en AVL. En waar het echt om te doen is, is de delta-golf die je ziet, met de groene pijlen aangeduid, in afleidingen 2, 3 AVF en V2 tot en met V6. En die ST-depressies zijn hier dus niet het gevolg van ischemie, zoals je mogelijk zou kunnen denken. Maar het feit dat er een deltagolf zichtbaar is, zegt ons dat er geleiding via de accessoire bundel plaatsvindt. En afwijkende depolarisatie, zoals bij geleiding door de accessoire bundel, zorgt ook voor afwijkende repolarisatie. En daarmee kunnen we dus die ST-depressies verklaren. We zien verder een negatief QRS in afleiding AVL. En daar heb ik pseudo-infarct bij gezet. Je zou namelijk kunnen denken aan R-topverlies en Q-vorming ten gevolge van een doorgemaakt infarct. Maar in werkelijkheid is dit een negatieve deltagolf. In afleiding V1 zien we een hele hoge R-top. En dat zou kunnen passen bij rechte ventrikelhypertrofie. Alleen ook dat is hier passend bij de pre-excitatie. En dit noemen we dan een pseudo-rechte patroon en we kijken hier dus naar een ECG passend bij WPW syndroom, specifiek type A. Dat weten we omdat we in afleiding V1 die hoge R-top zien met een positieve delta golf, ofwel de depolarisatievector loopt in de richting van afleiding V1. V1 zit dus rechts precordiaal, dus de accessoire bundel moet dan links zitten en dat is dus een type A WPW. En een pseudo-infarct en pseudo RVH patroon kunnen passen bij WPW. En ook de ST-segmentafwijkingen die je hier ziet, passen dus ook bij WPW. Maar het is dus wel heel tricky, want je moet bij deze patiënten dus wel zeker zijn dat er niet tegelijk ook een infarct is. Dan gaan we kijken naar het tweede ECG en dat ziet er heel anders uit. Ook hier hebben we het sinusritme ongeveer even snel, hard als is normaal. Alleen wat we nu zien is dat de PR-interval en QRS-duur zijn veranderd. De PR-interval is langer geworden en de QRS-duur is korter geworden. Het is genormaliseerd. Er zijn hele subtiele, concave ST-elevaties in V1 tot en met V3. En we zien ook U-golven in V2 tot en met V4. In afleidingen 3 en V3 zit er een notch in het QRS-complex. En er is een Q-golf in AVL. Dat zijn dus andere bevindingen dan op het eerste ECG. Maar wat ik hier vooral wil laten zien is dat de kenmerken van pre-excitatie zijn verdwenen. Er is hier dus sprake van intermitterende pre-excitatie bij een patiënt met WPW type A. En dit voorbeeld brengt ons aan het einde van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Dus tot de volgende keer bij ECG Academie.